Goedemorgen nog. Welkom bij een nieuwe vlog. Jullie zien mij in een andere auto, want ik heb vandaag mijn nieuwe auto opgehaald. Even mijn dakje dicht doen, want je hoort veel ruis op de achtergrond. Het is vandaag 15 januari. Dat betekent dat ik 1 uit quarantaine mag naar LA. Ik heb een test gedaan. Ik ben negatief. Ik heb letterlijk elke dag een test gedaan en ik ben elke dag negatief geweest. Maar ja, je mag pas naar buiten als je bij de GGD bent getest. Zo, sis dit hè. Dus ik kon vandaag pas mijn auto ophalen, maar hij was echt al een week klaar. Ik ben nu in Amsterdam, want Biltje is ook weer open. Daar ben ik heel blij mee, want dat betekent dat ik eindelijk mijn haar weer even kan verven. Ik verf mijn haar altijd donker. Er is niet echt iets speciaals aan, maar ik heb dus best wel een rode gloed. Ja, ik zag die in LA weer en toen stuurde ik hem een foto dat ik het heel graag wil verven. En dat kan nu, vandaag. Dus dat gaan we als allereerst doen en daarna gaan we even lunchen. En ik neem jullie vandaag gezellig mee. Ik ben in een hele vrolijke bui. Ik ben heel gelukkig in het leven. Ik heb mijn haar even snel gefeund en geverfd, zoals jullie zagen. Mijn rode gloed is weer weg, dus ik ben weer happy. Ik moest ook even heel snel naar Bottega, want ik had een bestelling geplaatst online. En het was echt raar, maar ik kon hem niet thuis laten bezorgen, dus ik moest hem ophalen in de winkel. Het is inmiddels 2 uur. Ik ga nu naar Joe & The Juice. Ga ik even een juice halen en misschien een sandwich, want ik moet echt lunchen. Ik merk dat mijn handen echt trillen. En dan rijd ik naar Rotterdam. Dus ik krijg van elke kant krijg ik berichten doorgestuurd dat er bij The Voice dat er allemaal shit achter de schermen gebeurt. En ongeacht mijn issues met mensen, vind mensen trash. Mensen mogen mij ook trash vinden, ik heb scheid. Maar buiten dat, ongeacht wie er betrokken bij is, het is zo schandalig dat je mensen zulke trauma's geeft. Of het nou kids zijn of volwassen mensen, it's like really disgusting. Zeg maar goed. Okay, I got my juice and a sandwich. En ik ga nu weer vertrekken naar Rotterdam. Hello habiba's en habibi's. Het is de volgende dag. Gisteren ging ik dineren met Sigal. Daar heb ik trouwens ook al mijn oorpiercings van. Elke gaatje heb ik daar gepierst. En alle sieraden zijn ook van haar. En ze komt binnenkort met haar eigen lijn. Dus dat is sowieso heel cool. Ik heb net een campagne even opgenomen voor Gorilla's. Gorilla's is mijn fave. Ik heb echt een samenwerking met Gorilla's gemanifesteerd. Moet ik echt even erbij zeggen. Want ik ben elke keer wel als ik Gorilla's aan het bestellen en ik zag influencers zeg maar campagnes doen ervoor. En dan was ik, damn sis, you need to do that. En nu, I manifested that. Mijn koelkast is gevuld met allemaal healthy shit. Cause you know your girl's healthy. En ik ga lekker worteltjes of peertjes meenemen. Ik ga voor komkommer. Meteen een wasje gedraaid. Want ik ga nu het huis uit. Oké. My life was never. Ik zit in de auto. Ik ga nu naar First Fat Freeze Clinic in Rotterdam. En ik ga mijn bananenrol weer vriezen. Want ik ben begonnen aan een kuur. En dit is dacht ik mijn 2e of 3e keer. Maar ik merk dat ik het vetje onder mijn billen heel moeilijk vind om weg te sporten en om die spieren te ontwikkelen. Het is echt gek, maar ik ontwikkel dus de bovenkant van mijn bilspier. Je hebt zeg maar 3 spierlagen in je bil en de bovenkant die ontwikkelt heel snel bij mij. Maar de onderkant, dat gaat weer wat langzamer. Wij zijn nu dat aan het bevriezen en ik zie al best wel wat resultaat. Dus ik ben heel benieuwd, ik kijk er heel erg naar uit. Oké, guys, ik ben inmiddels thuis. Het is al avond, sterker nog. Oké, dit moet ik echt terugzetten, een uur. Ga ik nu doen. I fixed it. Maar goed, ik ben thuis. Ik ben echt moe. Ik heb stretch class gehad. Ik moest nog een campagne filmen. Dat heb ik ook gedaan. En voor nu ga ik lekker vroeg slapen. Want ik moet om 9:15 moet ik sporten morgen. En ik heb morgen echt een lange drukke dag. Ik ga dit even hier neerzetten. Oké, guys. Ik wil even komen praten met jullie. Want er is echt gisteren. En vandaag is echt de bom op internet ontploft met betrekking tot The Voice en een paar coaches daar. En kijk, ongeacht, het is bij mij niet eens meer, ik dislike people. Like, sommige mensen mag ik gewoon niet en ik zal hun nooit mogen. En dat gaat er niet veranderen. Ik ben wel calm in spirit, energie en geest om het gewoon los te laten. Maar ik zou het unfair vinden om een mening te vormen zonder dat ik een aflevering heb gezien. Dus ik wacht dat gewoon af. Het is over 3 dagen. Alleen, ik denk dat iedereen wel kan verwachten wat er in de aflevering komt. Ook van een paar aantal mensen. Vooral de Jeroen Liedbergen.
of Rietenberg, of I don't know who he was. I didn't know he was married to Linda de Mol, ik wist dat allemaal niet. Alleen, waar ik me wel echt zorgen over maak, is the way, de manier waarop de media dat zeg maar eigenlijk naar buiten brengt. Ik zie echt titels op, in het AD, op nu.nl, met Jeroen Rietbergen maakt statement en neemt verantwoordelijkheid. Huh? Wat is zijn verantwoordelijkheid dan? Dat hij gestopt is bij The Voice, nadat het naar buiten is gekomen. Nadat Boos heeft gevraagd om een reactie en je dacht, shit, nou hebben ze me. Neem je verantwoordelijkheid. No, hoeft niet. Hoeft wel, moet wel, is daar niet van. Maar ik heb wel zoiets van, ik vind het wel heel apart dat dat zo geformuleerd wordt. Want hij is gewoon een viezerik en hij is gewoon een sexual abuser. En als het aan mij ligt, is het gewoon, het is gewoon nasty. It's a nasty motherfucker, dat is wat hij is. En het is gewoon weird dat men zich er niet zo over uitspreekt. Iedereen denkt het wel, maar niemand durft het te schrijven ofzo. Which is kind of weird, like it's really apart. Maar goed, ik ben heel benieuwd naar de aflevering. Ik ga nu, het is bijna half tien. Wat ga ik nu doen? Ik wil nog niet slapen, ik wil pas om 10 uur slapen. Dus ik denk dat ik gewoon een aflevering, een oude aflevering van Boos ga kijken. Om alvast in de sfeer te komen. In de movement. Maar goed, it's very sickening. Echt sickening. Oké, guys. Ik heb een ringlamp besteld. En die is binnen. En die kan je verstellen. Dus je kan hem helemaal naar beneden brengen. Maar je kan hem ook lekker staand houden. So, my TikTok game is about to be lit. En ik heb ook eventjes al mijn Tupperware geordend. En dit ga ik nu doen. Oké, guys. Een volger gaf mij een tip via DM. En ik had het gelezen. En ze zei, Sel, ik weet dat dit random is. Maar probeer, want ik zat allemaal snoepworteltjes en komkommers te eten. En toen zei ze, probeer druiven te bevriezen. Dus ik ga dit nu in de vriezer doen. En gewoon morgen lekker als snack eten. Nou, toch mijn best gedaan. Het is 3:10. Ik heb wierook aangedaan. Ik kom net uit de douche. Ik ga nu lekker slapen. En even zen zijn. Een hele goede morgen. Can you tell I'm very happy this morning? I am every morning. I'm such a morning person. Het is 8:30. Ik ga nu lekker sporten. Ik ga eerst even naar Coffee Company. Want this really needs coffee. En ik heb hier een puist gekregen waar je u tegen zegt. Maar ik heb er al... Ik had van Glossier in LA had ik echt zo'n... zipstick of zo gehaald. En die droogde dan helemaal uit. So it's the first time trying. I'ma let y'all know what I think about it. Ik ga even koffie halen. BRB. Oké, dus ik wou een dirty chai latte. Want door Rida ben ik daar echt verslaafd aan geworden. Maar de chai was op. En gisteren ging ik ook wel even ergens koffie halen bij mij in de buurt. En daar was de chai ook al op. So I really want dirty chai. But overal is het op. Dus ik heb maar cappuccino genomen. Ik heb 1 slokje genomen. Ik zweer, ik weet dat het eigenlijk echt placebo is en dat het niet zo werkt. But I feel energized already. Ik ben normaal echt geen koffiedrinker, maar ik ben echt een koffiedrinker geworden. Cheers. Guys, Melk heeft mij echt afgemaakt. 5:10. Die koffie die ik heb gedronken, die wilde er gewoon uit. Het is echt heftig, but I'm literally dead. But I'm happy I came. Oké, guys, ik heb net MTV Flashbacks erop zitten. Look at all these people! Hallo! Was heel gezellig. Een link in de beschrijving en dan kunnen jullie het ook checken. Oké, guys, ik zit weer in de auto. Het is inderdaad koud. Ik heb het ook koud. Maar kijk, ik zit gewoon in de auto en ik ga van auto naar locatie. Dus ik voel de kou niet echt. But damn, it's cold out here in these streets. Ja. Kijk, parkeermeter. Kijk maar, want ik heb parkeren lekker aangezet. Selma gaat geen boete pakken. Maar goed, ik ben net klaar bij MTV. Was echt heel gezellig. Ik vond het echt een heel leuk gesprek. Dus ik hoop dat het ook zo naar voren is gekomen. Very much positive vibes. Ik ga nu even mijn haren feunen. En dan ga ik lekker terug naar Rotterdam. En dat was het. One, never wanna pass in the media, bro. I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean. I rock Nikes 'cause we think they're clean. MJ never jacket, be in Billy. I like it, the growth, the lie, the pain, the fight. A little time, I pray we gon' be alright.
glitter. Echte party. Ik ben vanavond toxic. We gaan lekker, dus praat geen onzin. The more beat and the less bread. Why women get the best head. Rapping 29, G5, Seaside. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. Ik ga een bubble tea halen. Hier heb ik onwijs veel zin in. En this is my favorite. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe dag. Gisteren ben ik in slaap gevallen. En ik ben om 9:30 in slaap gevallen. En toen werd ik wakker om 1:00 s'nacht. 2:30. En toen ben ik gewoon wakker gebleven tot letterlijk 7:00 ochtends. Ik heb echt een kutnacht achter de rug. Ik heb 0 slaap. Het is 12:00. Ik heb net nog een uurtje kunnen slapen. Toen moest ik alweer aan het werk achter de laptop. Toen ging ik douchen en aankleden. Want ik moet vandaag weer naar Amsterdam. Ik vind het echt kut dat ik heel deze week zo vaak in Amsterdam moet zijn. No offense naar alle Amsterdammers. God love for you. Maar het is gewoon kut dat je heel de tijd heen en weer moet rijden. Ik heb wel echt een hele leuke afspraak. Ik ga namelijk naar mijn tandarts toe. En dat is Confidential Tandartspraktijk. En dat is waarschijnlijk de mooiste tandartspraktijk die je ooit in je leven gaat zien. No offense, shout out to my tandarts. Maar ik was... Voordat ik naar LA ging, ben ik ook al langs geweest. Dat heb ik niet gefilmd. Omdat we toen eigenlijk een hele scan van mijn mond zijn gaan maken. En god, kijk die wallen. Ik heb echt slecht geslapen. I can't deal with myself. Maar goed. Toen hebben we een hele scan van mijn, van mijn mond gemaakt. En van al mijn tanden. Want ik ga een beugel nemen. En ik ben er echt excited naar. Althans, ik ben er echt enthousiast over. Want ik wou het al heel lang. En ik ben echt blij dat ik het nu ga doen. Ik heb sowieso dat mijn onderste twee tanden, dat die scheef staan. En dat komt omdat ik vroeger, mijn eerste melktand, heeft echt lang geduurd voordat ik die eruit durfde te trekken. En die zat helemaal los en mijn volwassen tand, die was al volgroeid. Dus I was like, damn girl, what the fuck you did? En daardoor is het een beetje scheef gaan staan. En door mijn verstandskiezen heb ik een soort van een mini overbeet of zo gekregen. En zie je dit? Dit is het kleine dingetjes. Hier stoor ik me aan. Ik wil dat alles gewoon bij elkaar zit. Hier heb ik dat dan iets minder. Maar hier weer wel. Dus we gaan vandaag... worden die foto's teruggestuurd van het lab. En gaan we het resultaat zien. Wat het gaat worden. En Youssef die zei... We kunnen zeg maar bij elke... Stel ik ben klaar met het dragen van de beugel. Dan kunnen we altijd nog bij... vullen daar waar nodig. En dan kunnen we alles wat rechter maken. Ik wil namelijk gewoon niet aan mijn tanden slijpen. Ik vind... Ik heb gezien wat voor drama dat met mijn moeder heeft gebracht. Hoe zij haar hele gebit heeft vervangen. Jaren geleden. Ik heb het echt over 10 jaar. 15 jaar geleden. En zij is onlangs... is zij naar Turkije gegaan om weer haar tanden te laten doen. I could not. Ik durf ook gewoon niet. Stel je voor, je kan niet bijten met je voortanden. Is lastig. Snap je? Dus team beugel over hier. En jullie gaan vandaag lekker mee. Vandaag ben ik wakker geworden. En Swag chose me. Oh, kijk hoe schattig dit is. Ik heb dus allemaal van die snoepzakjes met wortels, peer en komkommer. And I've been eating that the entire day. Ik ga nu eerst even naar Marwa toe. Want ik moet eerst iets ophalen. En dan rij ik. Oh, ik moet ook tanken. Daar kijk ik erg tegen op. Erg tegenop, kan ik je vertellen. Nou, guys, ik kan gelijk zien dat dit mijn tanden zijn. Momenteel zijn ze zo. En ze worden zo. Dus je ziet echt, vooral hier, dat deze meer naar voren komen. En deze ook meer naar voren komen. En heb ik nog een ander aanzicht voor jullie. Dit is hoe het wordt. En dit is hoe het is. Dus zoals je kan zien, dit... En vooral hier merk ik het ook heel erg. Dit staat heel erg naar beneden. Kijk, het is nu schuin en wordt allemaal weggezet zo. Als het klopt ook naar buiten. Ja, love this. Hey guys, kijk. Dit zijn mijn boventanden momenteel. En we gaan jullie even laten zien hoe het wordt. Vooral dit hier. Vooral dat stukje inderdaad.
het wordt gewoon veel meer opgevuld. En mijn tanden gaan echt naar voren staan. En het is echt nodig, want anders... Ik heb nu heel erg het idee dat mijn tanden heel klein lijken. Maar dat had ik al gezegd, en, toch? En dan zie je dat het helemaal opluiken. Oh my god, I'm so excited! En we kunnen gelijk nu kijken hoe lang ik ze moet dragen. En ik heb 16 bitjes, 15 tot 16 bitjes nodig. Dat is 1 bitje is voor 2 weken. Ja. Dus dat wordt 32 weken. Dus dat is een half jaar beugeldragen. Yay! Maar ik ben echt blij. Want als ik nu lach, ik zie gewoon dat deze zijkantjes, dat ze echt klein zijn. Ja. En hier ook. En deze heb ik hier ook goed bij jou, de rechterkant hier, dat is deze, die komt ook helemaal mooi in de bogen weer te staan. Ja, ik had dit net toevallig voordat ik hier naartoe kwam, liet ik al zien dat ik hier echt gaatjes tussen heb. Ja. En dat ik het echt lelijk vind. Ik had nooit verwacht dat ik zo excited zou zijn voor een beugel, echt waar. I mean guys, kijk alleen maar hun toilet. I told you, dit is de mooiste tandartspraktijk. Oké, mensen, ik zit weer in de auto. Ik was zo blij net dat ik zeg maar niet even goed kon uitleggen, heb ik het idee. Dus ik ga het nu even een beetje samenvatten. Maar wat jullie dus net zagen is dat al deze tanden en deze ook allemaal meer naar voren komen. En dit ook allemaal. Zien jullie dit? Deze twee tanden zijn scheef. Dit zit zeg maar allemaal een beetje zo... Het is niet, het loopt niet gelijk. En ik ga van die clear aligners nemen. Het is niet het commerciële merk Invisalign. Dit is echt like, these are good, good stuff. So I'm very excited. Over 2 weken gaan we dus een plakkertje zetten op 4 tanden. En ik krijg 3 bitjes mee. En dan na 6 weken moet ik weer komen. Zodat we het allemaal overzichtelijk houden. Maar guys, ik heb zo'n zin in dit proces. Het is een half jaartje. En ik ben wel echt iemand die heel gedisciplineerd is. En ik moet het 23 uur per dag dragen. Als het kon droeg ik het 26 uur per dag. Om het proces te versnellen. Maar I'm very, very excited. Als ik ga lachen, dan zie je deze tanden ook allemaal meer naar boven komen. En weer vooruit in plaats van al die... So I'm very, very excited. Can you tell? Hallo guys. Ik ga nu lunch maken. Ridda die had voordat wij naar LA gingen, had hij HelloFresh besteld. En hij wou het gewoon uitproberen. Omdat hij merkte dat zeg maar naar buiten gaan en constant buiten eten. Dat dat niet echt ideaal meer was. En niet dat je ergens had waar je kon eten. Omdat alles natuurlijk dicht was. En toen heb ik een paar keer met hem meegegeten en I actually really liked it. Ik vond de recepten vond ik echt heel lekker. Ik vond het heel makkelijk te bereiden. Het was super overzichtelijk. Ik heb nu 3 maaltijden per week en je krijgt letterlijk van alles krijg je... Je krijgt het voorgesneden, je krijgt het zeg maar elke maaltijd krijg je in een apart zakje. Ik ga het jullie even laten zien. Dus dit is mijn box voor deze week. En ik heb 3 gerechten uitgekozen. Ik heb de naan pizza met aubergine en mozzarella. Ik heb allemaal bewuste keuzes soort van gemaakt. En wat ik echt super chill vind. Kijk, bijvoorbeeld dit is voor de naanbrood. Alles zit erin. Vorige week was ik ook al begonnen ermee. Maar letterlijk tot aan het kleinste detail zit er letterlijk in. Ik heb aardappelen met zalm. En ik heb portobello met panko en groenten. En kijk hoe chill, guys. Letterlijk. En voorgesneden uien. Like the weight to my heart. I mean, zelfs de aardappelblokjes. Ze maken het helemaal makkelijk voor me. I love this. Maar Ridda en ik gaan samen lunchen. En ik ga de naampizza met aubergine en mozzarella maken. Looks so good, guys. Ik heb ook de gepaneerde portobello met gebakken aardappel. Dat heb ik jullie net laten zien. Dat is dit zakje. En ik heb de gebakken zalmfilet met dille mayonaise. I mean, hello. This already sounds good. And look at the picture. En ik hou ervan dat er zoveel groente in zit. Oké, guys. Dit zijn alle ingrediënten die we nodig hebben. En kijk hoe chill. Op de achterkant van de kaart staat de bereidingswijze. En wat echt chill is, dat had ik namelijk ook met een hele lekkere vegan kokos gerecht. Ik weet nu gewoon precies uit mijn hoofd hoe ik dit moet maken. Dus je leert ook nog eens koken. You already know. We hebben een aubergine, rucola, strained tomatoes, mozzarella, een normale tomaat, paprika, kruiden,
En volgens mij is het pesto, basilicum-achtig. Ja. En een naambrood. En ik kan mijn messenset, mijn nieuwe messenset uitproberen. So yeah, we're gonna get started. Guys, we hebben de Italiaanse kruiden erin gedaan. 1/4 van dit bakje. En dit gaan we nu over de naambrood heen smeren. En nu gaat dit voor 8 minuten de oven in. Okay guys, de healthy naan pizza's are done. En we hebben ook een side salad erbij gemaakt. Wat ik altijd nog heel lekker vind is om rucola te pakken en het ook bovenop mijn pizza te doen. En bon appetit! Ik vind HelloFresh echt de meest ideale oplossing voor mij. En vooral als ik heel druk ben op dagen. En ik moet eerlijk zeggen, shout-out naar Didda for putting me on. But I'm so happy with HelloFresh. Het is lekker, het is makkelijk te maken. En het is gewoon luchtig op de maag, gelukkig. Ik heb een code voor jullie mensen. Met HelloSelma75 krijg je tot €75 korting bij je eerste boxen. Dus het is echt ideaal om HelloFresh ermee uit te proberen. En let me know in de comments wat jullie van jullie HelloFresh vinden. En welke gerechten jullie hebben. Want dan weet ik weer welke ik moet kiezen voor de volgende week. Ik hoop dat jullie een hele leuke vlog hebben gevonden. En tot de volgende video.